Goedenavond allemaal. Welkom bij een nieuwe live-uitzending. De laatste alweer van deze dag. Ik ga even alles klaarzetten en eventjes alles delen. En dan hebben jullie even tijd om mij nog te gaan opzoeken en gaan vinden. Eventueel mogen jullie het natuurlijk ook gaan delen. Dat is natuurlijk ook altijd leuk. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugde, zeggen we altijd. Even kijken, even delen met die groep en even bij Studio Light delen als ik hem kan vinden. Even kijken. Nou, ik kan het niet zo snel vinden. Dat heb je als je zoveel groepen hebt. Nou ja, dan is het helaas pindakaart. Nee, gevonden. Zo. Nou, jullie allemaal... Tijd gevonden om mij te gaan zoeken. Gezellig. Nou, de eerste kijkers zijn er weer. Hartstikke leuk. Nou, vanavond, wat ga ik allemaal doen? Ik weet het eigenlijk niet, want heel eerlijk gezegd, ik heb heel de week griep gehad. Ik ben nog steeds echt dood en doodmoede van. Dus ik heb niet heel veel voorbereid en ik heb ook geen flauw idee wat ik vanavond allemaal kan gaan doen. Ik ben er in ieder geval, daar ben ik allang blij mee. Dus ik ga gewoon kijken wat haalbaar is. Ik kon afgelopen dinsdag ook de live eventjes niet doen. Daarom ga ik nu even de spulletjes toch eventjes laten zien. En aanstaande dinsdag hebben we alsnog de live presentatie bij Studio Light. En dan laat ik het allemaal even uitgebreid zien. Maar ik ga er nu even in vogelvlucht doorheen. Daar hebben jullie in ieder geval alle nieuwe producten even gezien. De nieuwe Write Your Story ligt dus vanaf gisteren in de winkel. En ik ga er gewoon even snel doorheen. Het allereerste, scrappapier. Er zit 12 vel dubbelzijdig designpapier in. 6 verschillende designs en het is allemaal dus dubbelzijdig op het formaat van 30,5 bij 30,5. Nou ja, ik klink inderdaad nog een beetje verkouden. Ik kan er gewoon echt niet doorheen komen. Ik heb ook een zere keel en... Poh. Maar ja, goed. Het is gewoon niet anders. Dit is velletje 1. Het zijn echt prachtige kleuren, vind ik zelf. Velletje 2. Dat is deze. Ik weet ook niet hoe lang mijn stem het volhoudt, dus we gaan het gewoon zien. Ik ben er in ieder geval. Ik heb ook niet alles voor kunnen bereiden wat ik had kunnen doen. Maar ik had zoiets van, weet je, ik heb ook wel weer zin om even... Aan de ene kant had ik wel zin om wat te doen. En aan de andere kant, ik ben ook zo moe dat ik eigenlijk nergens zin in heb. Dus ik had zoiets van, nou ja, we zien het wel. Maar ja, als je er maar eenmaal bent, hè. Dit... Ja, er zitten allerlei kleuren in dit paperpad ook in. Dus je kan er echt allerlei verschillende kleurstellingen van gaan maken. Net wat jij zelf leuk vindt. Nou, ik ga er nu gewoon even snel doorheen. Dan hebben jullie in ieder geval gezien wat er allemaal verkrijgbaar is. Kunnen jullie bij je favoriete hobbywinkels gaan aanschaffen. En komende week zullen er meerdere live-uitzendingen nog met deze collecties gedaan worden. Er zijn ook wat nieuwe stempels. Daar heeft Rianne ook al wat mee gedaan. Laat ik jullie ook nog zien. Dus één met een beetje notitieblaadjes en script. En één met de stitches. Die ga ik vanavond ook nog even gebruiken. Dan, qua stempels, hebben we ook nog 2 hele mooie bloemenstempels. Laat ik zo even wat voorbeelden van zien. Het is gewoon nu ook met het schittering een beetje lastig. Aan de achterkant ingekleurd, dus dan hebben jullie ze in ieder geval gezien. Die passen ook op Slimline. Dan hebben wij 4 nieuwe standsmallen. Nou, met die standsmallen zal ik jullie ook diverse dingen nog laten zien.
Komt ook allemaal, maar dan heb je in ieder geval dit ook weer gezien. Een hele mooie slimline die je gewoon uniek kunt gebruiken of verschillende elementen ervan kunt gebruiken. Er zit een hele gave doily weer bij. Een hele gave scroll, een writer's scroll met notitieblaadjes en allerlei elementen. Hier gaan we vanavond ook mee aan de slag. Deze ga ik overigens vanavond ook verloten onder de kijkers. Dus deze kunnen jullie vanavond bij mij winnen. Dan hebben we randmalletjes op slimline formaat. Daar ben ik ook wel heel erg blij mee. En we hebben hele leuke decoratie-elementen. Ben ik ook heel erg blij mee. Ja, anders had ik het ook niet laten maken, hè. Slimpie. Ik ben in ieder geval wel heel blij met deze nieuwe collectie. Er zijn twee nieuwe mask stencils. Eén met script en één met oude letters. En cijfers. Die gaat ook gebruikt worden. Nou, ik ben ook sowieso maandagavond in de Hobby Vision groep nog live. Dan ga ik ook gewoon weer random verder kleuren. Dus vanavond gaan we, of kleuren voor mij, aan de slag met deze collectie. Dinsdagavond ga ik ermee aan de slag. Dus komende tijd gaan we jullie hiermee entertainen. Nieuw in deze collectie is ook vellum. Op het formaat van 20,5 bij 20,5. Met wit bedrukt. En alles zit er twee keer in. Dus drie verschillende soorten. En alles zit er twee keer in. Dus zes keer vellum. Dat vellum kun je ook vanavond bij mij winnen. Dus zowel die standsmal als het vellum kun je bij mij winnen. Dan hebben we Mika voor de shaker cards. En ja, Mika kun je nog veel meer mee doen, maar het is in ieder geval voor shaker cards onwijs leuk. Ook daarin wit Mika, 20,5 bij 20,5 is het formaat. Script erbij, of ja, hoe zou ik het zeggen, een krant. Muzieknoten en nog eentje met script. Dus dat is het Mika. Dan hebben we ook helemaal nieuw, vers van de pers. Hebben we heel erg gaaf en hier ben ik ook wel heel blij mee. Kijk eens, rebons. Rebons, dat zijn van die wrijfplaatjes. Vroeger had je zeg maar van die... Vroeger had je van die stickers of die kauwgom met die wrijfplaatjes. En dat hebben we nu dus ook. En dit kan je dus met ja, zo'n lollystokje kan je dat eraf wrijven. Of met eventueel een bolpen of met ja, een ander scherp voorwerp. Drie verschillende motieven. En elk motief zit er dus in zwart en in bruin geprint in. Dus dat is het rub-on. Dan hebben wij nog een stick of een die-cut-boekje met meer dan 400 elementen erin. Dus echt allerlei leuke decoratie-elementen passend bij dit thema. Nou, ik blaad er gewoon even snel doorheen. Dinsdagavond laat ik het ook nog eventjes weer zien. Dus dan kun je in de herkansing gaan. Er zijn ook twee paperpads op het formaat van 20,5 bij 20,5. Eentje met alleen designpapier. En alle velletjes zitten er vier keer in. Het zijn echt hele mooie kleuren. Tenminste, vind ik. Ook daarbij weer ja, eigenlijk diverse kleurtjes. Zodat je echt zelf je allerlei kleurstellingen ermee kunt maken met deze collecties. Dus dit is Paperpad JMA-WIS-PP34.
En de laatste, dat is deze. Dat is zo'n mixed paper pad. Daarin zitten wat achtergrondvelletjes. Dus dit is ook 20,5 bij 20,5. Daarin zit een mooie blauwe met wat script. Nou, een oude krantknipsel. Daarbij zitten van die kaartjes. Van die, het zijn 10 bij 10 kaartjes, zeg maar. Die zitten er ook 4 keer in. Dan zitten er van die rechthoekige kaartjes in. Dan zitten er wat dwarsliggers in. Laten we het zomaar noemen. En ook hierbij weer allemaal plaatjes nog. Dus deze moet je wel zelf knippen. Wat ik net liet zien, dat waren uitdrukkers. En dit zijn dus knipplaatjes. 3 verschillende velletjes. Dus er zitten weer heel veel elementen in. Nou, dat is eigenlijk de hele collectie. Ik denk dat het ook wel meer dan genoeg is. En ik zal jullie even snel een aantal van mijn voorbeelden laten zien. Nou, de voorbeelden had ik allemaal al gemaakt voor de catalogus. Dus die had ik al klaar. Ik moet eerlijk zeggen, bij deze zitten ook een paar producten verwerkt van de Essentials collectie die de volgende maand uit gaat komen. Maar ik wil toch even dit laten zien. Hierbij heb ik het paperpad gebruikt. En ik heb hierbij dus het gave Mika gebruikt. Wat je dus heel mooi voor shaker cards kunt gebruiken. Nou, deze vlinders en die swirls die komen dus volgende maand nog uit. Dus daar moet je nog even op wachten. Dan hebben we de hele gave mandala mal. Die heb ik hierbij gebruikt. De mandala op de achtergrond. Ik heb hierbij dus die hele gave notitieblaadjes gebruikt. Ik heb die writers elementen erachter gebruikt. Ik heb de paperclipjes gebruikt. De rubons heb ik hierop gebruikt. Ik heb zelfs de hier nog weer zo'n stansmalletje van die writers elements. Elementjes. Hier zit nog een doily achter. Dus hier zit van alles en nog wat op. We hebben een hele mooie bloemenstempel. Die grote scriptstempel. Randmalletje erlangs gedaan. Ook bij deze heb ik weer het script gebruikt. Ik heb met een mask stencil heb ik nog wat structuur aangebracht. Ook weer met structuurpasta. Stickertjes komen volgende maand. Dus dat is met de randmal gedaan. Dan heb ik met het vellum heb ik ook nog een heel leuk klein schattig kaartje gemaakt van 10 bij 10 centimeter. Daarop een stukje designpapier aan de binnenkant geplakt met een decoratie. En zo heb je gewoon een superleuk klein kaartje. Dan heb ik een pagina gemaakt. Hierbij zitten ook allerlei elementen van de volgende maand. Maar hier heb ik dan zeg maar ook die elementjes of die kleine kaartjes weer bij gebruikt. Ik heb de doily uitgestanst uit die mandala doily slimline. Ik heb hier de bordenstans weer gebruikt. Ik heb het vellum gebruikt om daar de labels achter te steken. Even kijken. Deze heb ik nog. Hier heb ik die leuke scroll weer op gebruikt. Nou, de notitieblaadjes. Ook een achtergrondje erachter. De doily weer. Hier nog wat achtergrondjes. Ook weer de sticksteekjes gestempeld. Dus ja, dit zijn een beetje de voorbeeldjes die ik gemaakt had. Nou, dat is het. Meer heb ik ook niet. En ik wilde vanavond een kaartmodelletje gaan maken. Of het wat wordt. Ik heb nog deze stempels heb ik ook ingekleurd. Die moet ik alleen nog even verder afwerken. Dat moeten nog kaarten worden. Hierbij heb ik dus de basis uitgestanst met die slimline van de doily. Dus daar kan je ook gewoon basic kaartmodelletjes mee maken. Deze heb ik dus met witte embossingpoeder gestempeld en daarna ingekleurd. Moet nog verder afgewerkt worden.
deze ook met witte embossingpoeder gedaan. Ook ingekleurd. Moet ook nog verder afgewerkt worden. En deze moet ook nog verder afgewerkt worden. Dus dat komt allemaal nog. Nou, wat wilde ik vanavond gaan doen? Vanavond wilde ik iets gaan maken met... Ja, ik heb een beetje spulletjes verzameld. En we gaan gewoon kijken wat het wordt. Of het modelletje gaat werken, weet ik niet. Ik hoop het. Ik heb het niet getest. We gaan het zien. Wat heb ik gedaan? Ik heb een kaartmodel en eerlijkheidshalve, ik ga jullie even een andere maat doorgeven. Want ik had een kaart van, even kijken, 20,8 bij 20,5 centimeter. Maar als je die randmallen erin wilt gaan werken, gaan gebruiken, wat ik dus uiteindelijk ook wil gaan doen, dan kan je dus beter gaan kiezen voor een hoogte van 21 centimeter. Dus dan kies je voor papier van 20,8 bij 21 centimeter. Ik zal het eventjes op gaan schrijven. Even kijken. 20,8 keer 21 centimeter. Die ril je op 5,1. En daarna op 15,6 centimeter. Dan heb je hier tussenin een stukje van 10,5. En dan heb je in principe een slimline. En die wordt er aan beide kanten gesloten. En er blijft hier dan een klein stukje over. En dat is ook de bedoeling. Want daar gaan we straks iets leuks mee doen. Iets hoger in beeld komen. Nou, volgens mij werk ik aardig goed in beeld. Ik ga gewoon even kijken. Random dit eerst eventjes vastplakken. Nou, want anders dan ben ik straks gewoon echt de kluts kwijt. Dat moeten we niet hebben. Dus ik ga het gewoon even stap voor stap doen. De kleur wat ik gebruikt heb, dat is Old Blue, volgens mij. Ik meen dat het Old Blue is van het linnen karton. Ik ga deze keer de randjes even beinkten met bruin. Want dat gaat mij ietsjes sneller af dan als ik alles met gesso ga doen. Ik gebruik hiervoor de kleur Brushed Corduroy. Dat vind ik op zich wel een hele leuke kleur hierbij. Even kijken. Ik heb mijn paper distressen nodig. Want ik wil toch een klein beetje nog de randjes distressen. En dan ga ik er zo meteen ook nog een klein beetje op stempelen. Ik ga het gewoon eerst even vastplakken, want dan weet ik zeker. Normaal gesproken zou ik denk ik even een andere volgorde doen. Maar aangezien ik niet helemaal fit ben, weet ik zeker dat ik het anders geheid mis ga doen. Dat ik straks de verkeerde strookjes opplak. Dit witte ga ik niet voorzien van bruine inkt. Even kijken. De designpapieren die heb ik allemaal een halve centimeter weer kleiner gemaakt. Dus ik zal de formaten van de
Ja, het papier wat ik gebruikt heb, zal ik straks na de live nog eventjes boven de video gaan zetten. Dan kunnen jullie dat in ieder geval gewoon weer nakijken. Wil jij niet met wit kaartkarton er nog weer bij tussenwerken? Dan kan je ook zeggen, ik sla gewoon één laagje over. En ik kies dus gewoon gelijk voor de tweede laag doe ik designpapier. Dat kan ook. Dat is gewoon een keuze wat je zelf kunt maken. Even weer met de peperdistressen erlangs. Nou, deze keer gaan we lekker voor een lichte creatie. Je kunt gewoon dit eigenlijk in allerlei kleurstellingen maken. Bij de voorbeelden zagen jullie wel dat ik een beetje was blijven steken in dat, dat koraalroze, zeg maar. Maar ik had nu zoiets van, ik ga nu even een keer voor een beetje, een beetje blauwbruinig. Deze kleur Old Blue past er heel mooi bij. Maar ook de kleur Jeans van het linnenkarton past er ook bij. En er zijn ook van Vasen Creative een aantal leuke kleurtjes die er ook heel goed bij passen. Dat zijn onder andere de kleurtjes Sugar Beet, Sorbet. Even kijken, wat was het toch nog meer? Roze. Ik heb een aantal van die kleurtjes wel gelinkt. Dus dan kunnen jullie ze daar in ieder geval ook wel terugvinden. Nou, ik ga deze hier opplakken. Ook de andere twee flapjes ga ik ook even vastplakken. Nou, jullie kunnen nog steeds meekijken. Onder de kijkers ga ik dus straks ook nog even een keer wat verloten. Dus nog eventjes geduld. Dat doen we straks tegen het einde van de uitzending eventjes. Bij mij kun je die leuke slimline mal winnen. En het leuke vellum. Het vellum gaan we straks ook nog wat mee doen. Oh, deze zou je inderdaad ook voor de mannen heel goed kunnen gebruiken, klopt. Want er zitten ook wel wat donkerdere velletjes bij. En in het paperpad zit ook nog, in die andere zit ook nog gewoon een beetje script. Dus die zou je er ook nog bij kunnen gebruiken. Nee, voor mannen zou dit ook zeker wel kunnen. Er zitten ook wel wat leuke die-cut elementen in. Ook van bijvoorbeeld een bril en en pennen en dat soort dingen. Dus die zou je allemaal, ik zou niet weten waarom het niet voor mannen zou kunnen. Nou, ik ben blij dat jullie het papier ook leuk vinden. Ik ben er zelf ook wel heel erg blij mee, moet ik zeggen. Ik werd gewoon echt, wel weer heel happy van toen het binnenkwam. Ja, dat is voor ons natuurlijk ook altijd afwachten. Je ontwerpt wel iets, maar vinden jullie het ook leuk? Hoe pakt het in het echt uit? Het is altijd weer spannend. Beetje laat door een leuk telefoontje. Nou, dat is altijd een goede reden. Leuke telefoontjes worden we altijd blij van. Ja, nummerstencil, dat maskstencil is inderdaad ook voor bij stoere mannenkaart ook heel mooi. Zo. Nou, ik ben benieuwd of jullie de andere lives van vandaag ook leuk vonden. Of jullie nog weer wat opgestoken hebben. Vast wel. Ik heb ze eerlijk gezegd zelf verder niet bekeken. Vanmorgen een heel klein stukje bij Rihanna gezien. Maar verder ben ik er niet aan toegekomen helaas. Ik moet even mijn energie besparen voor vanavond. Want anders dan wist ik zeker dat het niet zou lukken. Ik denk dat kunnen we niet hebben. Zo. Deze gaan we
het daar op vast plakken. Nou, ze hebben in principe dus eigenlijk de buitenkant beplakt. Deze binnenkant, daar ga ik deze ook alvast even van opplakken. Nou, ik ben blij dat jullie weer veel inspiratie hebben gehad. Nou, komende week gaan we ook met de Write Your Story collectie nog weer veel lives doen. Dus hou het ook gewoon in de gaten. We proberen jullie zoveel mogelijk inspiratie te geven. En uiteraard vergeet ook niet op ons Instagram account te kijken. En in onze Facebook groep. Waar je overigens ook op beide accounts de complete collectie kunt winnen. Maandag gaan wij de winnaars bekendmaken. Dus kijk eventjes wat je daarvoor moet doen. Ja, die live van Rihanna vanmorgen, dat snap ik ook niet. Maar die kon ik inderdaad ook niet vinden. Alleen maar via het evenement en dus niet via de groep. Dat was wel heel erg jammer. Ja, goed. Het is niet anders. Soms is, heeft Facebook gewoon een beetje last van probleempjes, zeg maar. Nou, deze wil ik op de achtergrond hebben. Maar ik wil bij die achterkant, wil ik eigenlijk graag vellum gaan gebruiken. Zodat ik daar die leuke notitieblaadjes weer in kan gaan stoppen. Die moeten daar straks weer achter gaan komen. Nu kun je dat vellum gewoon los op gaan plakken. Maar wat heb ik gedaan? Ik heb dus, dit strookje is 9,5 centimeter breed. Daar heb ik dus een strookje van 11,5 centimeter breed gemaakt. Heb ik aan beide kanten op 1 centimeter gerild. Aan de onderkant ook een strookje van 1 centimeter. En deze ga ik hier gewoon nu als pocket zo omheen plakken. En dan heb je het vellum altijd gewoon netjes vastzitten. Nou, dat vellum dat is dus ook gewoon dat bedrukte vellum wat ik gebruikt heb. Daar ben ik wel weer heel erg blij mee. Deze gaan we even opplakken. Of eerst nog even distressen. Ja, vaak kun je pas als je met het papier aan het werk bent, pas zien hoe mooi het papier echt is. Dat klopt. Dan zie je er ook, ja, een ideetje ermee en dat, ja, werkt gewoon een stuk beter. Ik zal eerst even weer een slokje drinken. Nou, dit kan je gewoon met dubbelzijdig tape aan de achterkant even vastplakken. Kijk, dus dat plak je er gewoon zo als pocket. Oh, Janine wil netjes recht plakken. Kijk, je wilt te snel doen vanavond. Haastige spoed is zelden goed. Zo, die daar vast en die daar vast. Deze daar onderaan. Zo. Kijk, dan hebben we daar leuke pockets en dan kunnen we daar weer allerlei leuke elementjes achter gaan plakken. Die komt daar zo weer op. Nou, dit heeft toch wel echt gewoon lekkere frisse kleurtjes zo ook. Ik ga deze, omdat ik daar toch wat vellum op heb zitten, ga ik dit toch even met dubbelzijdig tape vastplakken. Dan zit het altijd net ietsje steviger vast dan alleen met lijm, vind ik. Zo. Die gaan we vastplakken. Even een slokje thee.
Wat zijn jullie trouwens met veel vanavond? Gezellig. Oh, jullie mogen geen papier meer kopen, lees ik. Oeh. Nou, is dat nou jammer? Laat dit papier nou gewoon zo mooi zijn. Oh, het is ook heel erg leuk inderdaad om van dat vellum, om daar de bloemen zelf van te gaan maken. Ja, weet je, alles is leuk. Nou, nu hebben we in principe de basis klaar. Maar de bedoeling was om er een soort interactieve kaart mee te gaan maken. En die optie gaan we nu nog eventjes maken. Nou, weet je, of zal ik eerst deze even op kleur gaan brengen? Want ja, dat gaan we gewoon doen. Ik ga deze eerst even op kleur brengen. Hoe heb ik dat gedaan? Ik heb ze gewoon uit het fluweelkarton uitgestanst. En daarna met de kleur Brust Corduroy ga ik hem op kleur brengen. Nou, dat kan je zo donker maken als wat je zelf wilt. Het kan licht, het kan donker. Kijk gewoon wat jij wilt. Nou, deze keer heb ik de lijntjes ook geëmbost. Had ik de vorige keer niet gedaan, dus je krijgt daar gewoon verschil in. Deze keer heb ik dus een beetje die nerfjes er weer in zitten. En dat had ik bij die vorige dus niet. Dus daar kan je zelf een beetje mee gaan spelen. Nou, je kan er eventueel nog een klein beetje donkerdere randjes langs gaan maken. Dat zou je bijvoorbeeld met de walnutsteen kunnen gaan doen. Kijk dan. Krijgt het nog net weer een iets ouder effect. Kan je weer ietsjes met water nog op gaan sprayen. Zo. Dat gaan we even droog maken. Dan heb je straks gewoon hele leuke ouderwetse notitieblaadjes. Ja, deze kleurtjes passen ook weer heel erg mooi bij dit papier. Nou, een paar leuke inktvlekjes erop. En omdat ik heb dus met oxides gewerkt. En die oxides, ja, dat reageert dus op water. Dus dan krijg je van die leuke spettetjes erop. Nou, het is natuurlijk wel heel erg leuk om daar ook nog een beetje op te gaan stempelen. Waar is die stempel? Acrylblokje. En dan gaan we met een beetje bruine inkt even opstempelen. Wat voor inkt pakken wij? De kleur koffie. Kijk, een beetje script erop stempelen. Dat komt dus ook weer van ons stempelsetje af. Even kijken, daar zitten ook van die leuke inktvlekjes op. Nou, er mag wel een iets donkerdere inktvlek op mijn notitieblaadje komen. Kijk, hij is daar gewoon in de inkt gevallen. Hartstikke leuk. Zo kan je ze zelf helemaal aan gaan kleden. Je kan er nog zo'n paperclipje straks weer aan gaan maken. Dat doen we misschien nog wel. Dat zien we straks nog wel. Dit gaat er in ieder geval zo op komen.
Even kijken. Die gaat daarop. Die gaat daarop. Ik zal ze straks zo even schoonmaken. Nou, ik had ook eigenlijk mijn achtergrondpapier nog helemaal willen bestempelen. Maar ik weet niet of ik dat vanavond wel allemaal ga redden. Ik vrees het ergste. Kijk eens. Hebben jullie deze ook gezien? Dit zit ook bij die writers elementen. Dat zijn van die waxseal elementjes. En ik heb dus gewoon wat verf. Ik heb de Cadence hybride en dan de metallic verf. Daar heb ik gewoon een A5'je heb ik daarmee gevuld. En heb ik gewoon ja, op kleur gebracht, zeg maar. En deze weer uitgestanst. Daar krijg je zulke toffe elementen van. Dat zal ik in een andere live even een keer laten zien. Kijk, maar dat is toch gaaf om dat hier weer onderaan de bij te gaan plakken. Dus dat gaat dat worden. Hier aan de zijkanten wilde ik nog die borders gaan maken. Ik ga even kijken of me dat straks nog gaat lukken hoor. Misschien wel, maar ik wil eerst even zometeen de sluiting beginnen. Voordat ik straks mijn energie op heb. Hier komt dan nog weer een half rondje of halve strook van het blauwe kant. Aan deze kant en een halve aan die kant. En dan wilde ik ook hier nog weer een half kantje doen. Oh, Janine, ga gewoon even hard doorwerken. Dan kun je alles nog laten zien. De sluiting. De sluiting. Daarvoor heb ik een klein kaartje. Ja, ik ga even van de hak op de tak. Maar ik wil eerst de basis van de kaart nu af hebben voordat ik ga nadenken over de decoratie. Want anders dan gaat het straks mis. En dan hebben jullie niet de sluiting gezien. Nou, wat heb ik voor de voorkant van de kaart? Ik heb daarvoor een kaartje gesneden. En in principe maakt de grootte van het kaartje niet uit. De vorm maakt niet uit. Het gaat alleen even straks om het, ja eigenlijk, het mechanisme. Ja, jullie denken wel, waar heeft ze het nu dan weer over? Nou, ik laat het zo zien. Het is namelijk voor mij ook creepy of verwerkt. Ik heb geen flauw idee. Ja, ik heb alweer even een slokje genomen. Ik vond het wel leuk om deze kaartjes hierbij te gaan gebruiken. Maar ja, er zitten heel veel van die leuke kaartjes in. En daar moeten we natuurlijk wel wat leuks mee doen. Ik dacht, dan moeten we daar even een workshopje mee uitdenken. En ik, normaal gesproken, ja, dan oefen ik eigenlijk altijd van tevoren. Dat vind ik voor mijzelf wel iets prettiger werken. Maar ja, goed. Helaas, pindakaas. De griep bleef hier iets te lang hangen. Ik had hem niet uitgenodigd, maar ja, hij wou toch op visite komen. En dan moet je er gewoon mee dealen. De kleur kaartstok die ik gebruik is de Old Blue van Linen, van Card Deco. Ik ga hier achter, want we hebben een hele toffe nieuwe doily. En die wilde ik hier achter gaan plakken aan beide kanten. Zo een stukje erachter. Dus ik heb hem niet helemaal nodig. Maar als het goed is, moet het zo gaan passen. Want hij mag iets uitsteken. Ik vind het wel leuk als hij toch een beetje in het midden komt. Dus ik ga hem gewoon zo opplakken.
Weet je wat ik doe? Ik snij straks even een extra blauwe cardstock. Dan heb ik het weer netjes afgewerkt. Dat ga ik doen. Die is zo op het oog ook. Ja. Ik zorg er altijd een beetje voor dat het toch wel zo ongeveer op dezelfde grootte eruit steekt. Ik ga even kijken hoe groot mijn papier is. 7,5 bij 11. Dan ga ik daar even een strookje van snijden. Even mijn papiersnijder erbij. 7,5. Bij 11. Ja, het idee is wel leuk, maar ik hoop dat de uitwerking uiteindelijk ook dat het straks wel werkt. Ik heb het gezien op internet. Ik dacht, dat moet ik vast wel kunnen. Maar goed, you never know totdat je het geprobeerd hebt, hè? Ach, en als het niet werkt, dan kan ik hem altijd nog gaan sluiten met een lintje. Dan verzin ik dan wel weer wat anders. Er is altijd een oplossing voor te bedenken. Kijk, zo heb ik dit in ieder geval wel weer even netjes afgewerkt. Dus ik heb er even een extra strookje op geplakt. Nou, nu hebben we het zover. Maar nou moeten we nog 3 strookjes hebben van 4 bij 6 centimeter. Dus 3 strookjes. 1, 2, 3 strookjes. Nou moet ik nog eventjes de 6 hebben. 6, 6. Zes. Twee daarvan gaan we. Je kan het netjes gaan rillen. Of je vouwt ze zo zelf met de hand even dubbel. Dat is maar net wat jij zelf makkelijker vindt. Dus je kan er voor kiezen om je vouwbeen en je liniaal te pakken. Of je doet het zo met de hand. Dus op 2 centimeter gaan we die vouwen. Dan hebben we 2 van deze strookjes. En deze hebben we. Nou, dan moet ik eerst even. Ik had een blikje drinken meegenomen. Die moet ik even openmaken. Klik ik me ook nog. Wat doen we hiermee? Hier heb ik even dubbelzijdig tape voor nodig. En dat plakken we achter die pootjes. Dus bij... Oh, je gaat toch niet menen dat mijn live ermee stopt? Oh, hij gaat hier weer verder. Oh. Nou, ik hoop dat hij nog heel eventjes vol blijft houden. Ja, ik ben er nu wel weer, dus ik hoop dat het nu goed blijft gaan.
deze strookjes, die plak je hierop. Dus op die basiskaart, precies in het midden. Ik ga eventjes dit in beeld of naar mij toe trekken. Oh, ja. Zo. Deze vouw je hier weer tegenaan. En dan heb je zo'n leuk pootje. Kijk, zie je? Nu moet ik eventjes nadenken. Want even kijken, deze moest dan... Dan plak je deze twee pootjes. Die gaan we hier achter plakken. En dat moet weer precies in het midden. Nou, laten we dat maar eventjes af gaan tekenen. Want meten is weten, zeggen ze altijd. Ik vind het wel fijn als die een beetje in het midden komt te zitten. Even kijken, 7,5. Dus dat wordt ongeveer 3,75. 3,75. Dan is dat even mijn hulplijntje. Ietsjes verder aftekenen. Die gaan we ook weer met dubbelzijdig tape. Ja, als het goed is. Ik had al een prototype gemaakt. Maar hij schuift wel. Dus dat had ik al geprobeerd. Moet ik hem alleen eventjes andersom hebben. Ik heb daar net genoeg ruimte tussen zitten. Dus dat gaat wel. Deze zal ik trouwens eventjes met mijn vouwbeentje extra goed even aanduwen. Nou, hier gaan we weer tape opdoen. We zien het helaas niet. Ik weet niet wat jullie helaas niet zien. Is het een optie om hem in de kaart te schuiven en dan het kaartje erop te plakken? Dat is inderdaad misschien wel een goed idee. Dat vind ik wel een heel slim idee. Dus deze... die brede kant, die gaat aan de achterkant. Die twee pootjes, die vouw je in principe zo tussen de sluiting. Deze ga ik zo naar het midden doen. En dan gaan we deze... Even de dingetjes afhalen. Dus even de beschermlaagjes eraf. En dan moeten we deze netjes in het midden gaan plakken. Kijk eens, en zo heb je dus je, je kaart eigenlijk gesloten. Nou, ik moet nog even vogelen dat hij, ik had gehoopt dat hij helemaal plat zou sluiten. Doet hij niet, maar dat komt misschien ook omdat ik er te veel tussen heb. Maar het is in ieder geval een soort blinde sluiting. Je kunt hiermee dus deze, nou, hoe zal ik het zeggen?
door deze, dit schuifsysteem is je kaart nu dus ook gesloten. Nou, ik moet nog eventjes vogelen hoe dat helemaal exact gaat zitten. Maar het is in ieder geval, het werkt wel. Jullie moeten het ook maar eventjes uit gaan vogelen. Voor de finishing touch zal ik nog wel eventjes net kijken hoe het wat makkelijk kan. Maar het gaat in ieder geval wel met dit schuifsysteem. Dus het is gewoon, ja, ik vond het wel weer ontzettend leuk bedacht eigenlijk. Ik ga nog even een winnaar. Ik moet nog eerst even wat weggeven. En dan ga ik ondertussen een klein beetje nog stempelen op de achtergrond. En dan gaan we daarna ermee stoppen. Even kijken. Wat gaan we doen? We gaan kiezen voor... ik ga zo meteen start typen. En dan mogen jullie typen... ach, weet je, bij mij kun je vellum winnen. Dus typ gewoon vellum. Diegene die graag vellum wil, die mag daarop gaan reageren. Nou, dit... ik ben er nog niet helemaal tevreden over, dames. Maar ik moet nog eventjes bedenken hoe en wat ik dat nu weer ga fine-tunen. Maar komt tijd, komt raad. Dat gaat me wel lukken. Ik ga ondertussen eventjes nog een klein beetje stempelen. Want ik wil nog graag ook een beetje blauw op de achtergrond erbij hebben. En nog een beetje bruine vlekjes en nog een beetje script op de achtergrond. En dan kunnen jullie ondertussen lekker even gaan gaan reageren voor de giveaway. Even kijken. Zorgen dat mijn lettertjes goed komen. Nou, her en der komt er wat script. Ook op de voorkant. Dit is de kleur koffie die ik nu gebruik. Er komen leuke blauwe spetters bij. Voor de blauwe spetters gebruik ik de kleur Stormy Sky van de Distress Oxide. Die gaan we er weer overheen stempelen. Dus dan kun je gewoon her en der wat gaan stempelen, wat gaan spetteren. Net wat jij zelf leuk vindt. Nou, er zitten ook hele leuke kleine paperclipjes bij. Nu hebben we hier natuurlijk een envelopje. Dan is het natuurlijk wel leuk om op dat envelopje dan ook nog weer een klein paperclipje te gaan stempelen. Kijk, dat is toch leuk. Oh, live uitzending alweer onderbroken. Het is niet grappig. Nou, scheelt dat we bijna aan het einde zijn. Facebook is ons gewoon niet helemaal gunstig gezind, geloof ik. Even kijken. Hier ga ik geen paperclipje meer doen. Die kan eruit. Even kijken. Wat heb ik nog meer aan elementjes? Ik heb nog een leuk bloemetje. Oh, het is wel drama nu met de live, geloof ik. Ik heb ook nog een heel leuk blauw bloemetje. Kijk eens. Klein beetje blauw er nog weer bij. Leuk. Nou, ik heb hiervoor de kleur Della Blue. Dus zie je, als je dus nog zelf een beetje gaat stempelen op de achtergrond, dan maak je er gewoon echt helemaal je eigen
tafereeltje nog weer van. Ik hou daar wel van. Nou, dit stempelsetje gooi ik nu even aan de kanten. Die heb ik bij deze creatie nu genoeg gebruikt. Ik wil er nog een klein beetje van die script bij. Ja, Facebook heeft een klein beetje last van kuren, sorry. Ik kan er niks aan doen. We moeten het er eventjes mee doen. Die stitches, die zijn toch ook gaaf, hè? Tenminste, ik hoop dat jullie ze ook leuk vinden. Ik vind ze in ieder geval wel onwijs leuk. Ik ga nog een klein beetje. Dan is het net alsof ik mijn papier vastgestikt heb. En gewoon, ik heb de naaimachine bijgebruikt. Dus daar komt een leuk stiksteekje. Hier komt een leuk stiksteekje. Even kijken dat aan de binnenkant kan ook nog wat. Oh, fijn dat het bij een aantal dus wel gewoon goed gaat. Kan ook zijn dat aan mijn wifi ligt. Die heeft ook af en toe wel een beetje de kuren. Maar ik lees dat er wat meerdere zijn waar die bij onderbroken is. Dus ja, geen idee wat er aan de hand is. Kijk, dit is toch gewoon leuk. Oh, ik hou ervan. Nou, dat ga ik ook op de voorkant nog eventjes doen. Maar weet je, dat doe ik later eventjes. Ik maak hem later eventjes verder af. Ik ga dat gewoon vanavond niet meer redden. Heel misschien lukt het mij morgen om er weer even een uurtje nog mee bezig te gaan. Ik ga nog wel eventjes kijken. Ik ga straks na de live-uitzending, ik ga nu stopzetten. En dan ga ik straks na de live-uitzending eventjes kiezen wie er gewonnen heeft van het setje. En diegene die krijgt dus een de slimline mal en het leuke vellum. Nou, winnaar wordt dus nog bekendgemaakt. Het was dus deze leuke slimline kaart met dat leuke schuifsysteem. Ik ga nog even de maten in de groep zetten. En dan vind ik het voor vandaag weer mooi geweest. Maandagavond hoop ik er ook nog weer te zijn. En dan gaan we weer iets anders maken. Wat precies weet ik nog niet. Maar voor nu in ieder geval iedereen heel hartelijk bedankt voor het meekijken. En heel graag tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!